Ik wil u thans mededelen dat ik zelf niet zal toetreden tot het nieuwe kabinet. Niet als minister-president en ook niet als minister van of op enig departement. De reden daarvan is de volgende. Sinds juli 1971 ben ik vrijwel zonder onderbreking minister geweest. Meer dan 6 jaar minister van Justitie en in aansluiting daarop nu bijna 5 jaar minister-president, sinds mei van dit jaar tevens minister van Buitenlandse Zaken. In die lange reeks van jaren heb ik veel van mijn vitaliteit verbruikt. Te veel ervaar ik om fris en vief van start te kunnen gaan voor weer een tour de force van in beginsel 4 jaar. Ik begrijp de motieven en de ernst van de situatie die ontstaat. Positieve grondhouding om die kandidatuur als eerste van de CDA-ministers te aanvaarden. Zoals die feitelijk aan de orde komt bij de formatie. Dat is het moment waarop het feitelijk aan de orde komt. Het is nu een zaak van kandidatuur vanuit partijtop van het CDA die men aanbeveelt, als ik het formeel mag stellen, aan de fractievoorzitter. Het spreekt voor zich, dan het, indien het ertoe komt dat ik inderdaad een zodanige post in een kabinet zal gaan vervullen, ik dat ook daar met alle inzet van mijn...